Een van de terugkerende hoogtepunten van de zomerfeesten in Almkerk, het autovoetbal, heeft weer plaatsgevonden op het evenemententerrein naast Iveco Schouten. Ongeveer 500 bezoekers en 9 teams waren bij dit evenement aanwezig. Team MAF ging er vandoor met de winst door in de finale te winnen met 1-0. Team MAF is er dus vandoor gegaan met de winst. En heel gemoedelijk sfeertje weer. Echt zoals het hoort te zijn hier. Ja. En wat is uiteindelijk de eindstand geworden? Ja, Team MAF heeft dus de finale gewonnen met 1-0. Jij wordt door een aantal grensrechters bijgestaan, neem ik aan? Ja, we hebben dan 3 scheidsrechters. Kunnen we een beetje afwisselen, want het is best een lange dag op de hooibalen staan. We hebben ook baancommissarissen, die staan langs de baan. Die kunnen de bal weer terugrollen naar het midden of eventueel wrakstukken uit het veld halen, om zo ook alles weer veilig te houden. Bezoekers, die staan veilig achter hekken. Ja, we hebben met de brandweer en de gemeente en een verzekeraar hebben we heel goed contact over wat veilige afstanden zijn. En er worden allemaal berekeningen op losgelaten, hè, hoe hoog de bal kan en hoe hard die zou kunnen gaan. Ook is helemaal uitgerekend hoe lang het veld is, hoe hard een auto dus zou gaan op zijn hardst als je in het midden bent. Dus daar is gelukkig allemaal heel goed over nagedacht. Want de auto's starten uiteindelijk achterstevoren. Dat is toch wel behoorlijk iets wat op de snelheid inhakt uiteindelijk. Ja, de meesten kiezen er inderdaad voor om achterstevoren te starten. Ik denk zodat het motorblok zo lang mogelijk intact blijft. Ja, dat is best wel een behoorlijke snelheid. Maar gelukkig weten ze waar ze aan beginnen.